En leuk dat je kijkt naar deze video waarin we Fire and Ice doornemen. Dit is de vierde video van een serie van vier waarin we kijken naar het laatste onderdeel, onderdeel D. Veiligheid voorop. Ja, jongens en meisjes, als wij verder gaan in de natuur en de scheikunde en vooral in de scheikunde gaan we werken met stoffen, dan is het ongelooflijk belangrijk dat je bewust bent van de gevaren die er kunnen zijn. Niet elke stof is even leuk. Water lijkt vrij onschuldig, maar als je het hebt over zoutzuur, dan wordt het toch alweer een heel ander verhaal. Daarom is het heel belangrijk dat je de gevarensymbolen kent. En die gevarensymbolen staan in deze dia. Waarom moet je ook de oude kennen? Nou ja, die lijken erg sterk op de nieuwe, dus het is niet dat je heel veel verschil zult zien. Maar het is vooral is dit gedaan, zodat je precies weet, als je een fles met chemicaliën hebt, hey, is dit gevaarlijk of kan dit geen kwaad? Licht ontvlambaar, explosief, giftig, bijtend en schadelijk voor milieu. Deze moet je kennen. Goed om je daarvan bewust te zijn, bijvoorbeeld als je met een stof gaat werken, dat die bijtend kan zijn in je handen. Dan kun je bijvoorbeeld handschoentjes aandoen. Of dat het afgepakt moet worden afgevoerd omdat het giftig is voor het milieu. Belangrijk om te weten. Leer die. Ja, daarnaast moet je de practicumregels kennen. En de practicumregels die we op het CLV hanteren zijn er 6. Die ken je, kunnen ook getoetst worden. Nou, heel belangrijk bij het practicum is dat je veilig werkt. Dat je niet gaat rennen, dat je niet gaat schreeuwen, dat je niet gaat slaan, niet gaat schoppen, niet gaat stoeien. Kijk, doe dat leuk op het schoolplein, in het speelkwartier, maar doe dat niet in een practicumlokaal. Want er kan van alles misgaan. Stel je nu toch voor dat jij leuk aan het stoeien bent, even iemand omstoot en net dat warme glas met kokend water over de hand gaat van die persoon. Of dat er chemicaliën over zijn of haar hand gaan, waardoor die brandplekken krijgt. Dat zouden we niet willen. Rust is daarom heel belangrijk. Rustig werken, maar ook dat de docent overzicht kan houden met de TOA, zodat wij jouw veiligheid kunnen garanderen. Een lapjas heb je eigenlijk altijd aan. Waarom? Mocht je knoeien, dan valt het op die lapjas en niet op jou. Dat vinden wij over het algemeen een stuk prettiger. En die lapjas doe je ook pas als allerlaatste uit, als je helemaal opgeruimd bent en je docent toestemming geeft. Doe nou niet van, oh ik ben klaar, ik doe hem uit. Het zou namelijk net verwend zijn dat jouw collega-leerling jou aanstoot per ongeluk met zijn bekerglas zoutzuur dat over jou gooit en dat het over jou gaat. Liever die jas naar de knoppen dan jij, zeg ik altijd maar. Heb je lang haar, dames of heren, dan doe je dat in een staart. Waarom? Werk je met de brander, dan kan dat per ongeluk in de brander komen. Kun je op zoek naar een nieuw kapsel en een nieuwe kapper. Maar ook chemicaliën kan het in gaan hangen en dat is niet wat we willen. Dus doe dat goed. Als wij het zeggen, dan doe je een bril op. Waarom? Het kan zijn dat er iets gaat spetteren, bijvoorbeeld bij koken, maar ook dat bijvoorbeeld wij bang zijn dat het glas knapt, omdat jullie wel eens leuk eigen doktertje gaan spelen. En het zou jammer zijn als er een stukje glas in je oog zit en jij blind bent. Doe dat dus niet. En voer om die reden dan ook, dat is regel 5, proeven uit die wij voorschrijven. Ga niet ineens zelf denken van, oh wat zou er gebeuren. Een leuk praktijkvoorbeeld, ik was aan het studeren en ik zat met 2 medestudenten, waren wij praktica aan het uitvoeren. En die dames gooiden 2 stoffen bij elkaar en die vroegen mij, Niels, wat gebeurt er dan? En ik zocht dat op in mijn grote scheikundeboek en wat stond daarin? Helemaal ontstaat chloorgas. Nou, voor wie dat niet weet, chloorgas is een gas dat werd gebruikt in de Eerste Wereldoorlog om in de loopgraven te gooien en dan ging je gewoon dood. Nou, je zult begrijpen, wij moesten naar het lokaal wel even uit. Maar je snapt het punt. Zelf iets bedenken kan heel onbedoeld heel gevaarlijke gevolgen hebben. Kijk ermee uit. In mijn voorbeeld was het heel weinig, dus dan is het niet heel schadelijk, maar kijk wel uit. En speel niet met practicumspullen. Ik snap best dat het heel interessant is om even lekker een vlammenwerper aan te gaan zetten, te kijken wat je allemaal kunt creëren, dat je het leuk vindt om met die spuitfles te gaan spelen, maar doe dat niet. Het creëert namelijk onveiligheid, onrust en dan kunnen wij jouw veiligheid voor het practicum niet meer garanderen. Doe dat dus niet. Oké, het stukje theorie dat in dit paragraafje verwerkt zit, is eigenlijk het volgende. Je hebt 3 brandvoorwaarden. Dat zijn brandstof, zuurstof en ontbrandingstemperatuur. Brandstof is eigenlijk een brandbare stof, zoals aardgas, die in de brand kan vliegen. Bijna alles kan dat hoor, maar hout is een brandbare stof, aardgas is een brandbare stof, katoen is een heel brandbare stof, nylon kan branden, nou, allerlei stoffen die kunnen branden. En daar moet je dus ook heel erg van bewust zijn. Brandstoffen. Nou, de ene is licht ontvlambaar, de andere niet. Dat verschilt dus heel erg. Naast brandstof heb je zuurstof nodig. Zonder zuurstof gaat een kaars niet aan, bijvoorbeeld. Heb je misschien wel eens getest op de basisschool? Dan kreeg je een maximilichtje, zette je er een glas overheen en wow, wat gebeurde er? De vlam ging uit doordat er geen zuurstof was. Zo kun je dus een vuurtje doven.
En daarnaast heb je de ontbrandingstemperatuur nodig. Als je die niet bereikt, gebeurt er niets. De ontbrandingstemperatuur is eigenlijk de laagste temperatuur. Het is temperatuur, er staat hier nog een spelfoutje in. Het is de laagste temperatuur waarbij iets kan laten branden. Een lucifer is dan een voorbeeld van, doe je die heel langzaam langs strijkvlak, gebeurt er niets. Maar doe je die wat ruiger erlangs, dan wrijving, daar ontstaat warmte bij, de ontbrandingstemperatuur wordt bereikt. En dat kopje van die lucifer begint te ontbranden en je ziet vuur. Haal je één van deze drie weg, dames en heren, dan is er geen brand. Dan houdt het op, gebeurt het niet. Zonder zuurstof geen brand. Zonder brandstof, hoe logisch ook, geen brand. Zonder ontbrandingstemperatuur geen brand. In de praktijk, wat doen we daarmee? Nou, je kunt bijvoorbeeld bij een kaars de zuurstof weghalen. Dat doe je dan met dit apparaat. Dat is eigenlijk gewoon kaarsendoven, noem ik dat. Heeft vast een heel ander mooi woord. Maar je dekt de vlam af, er kan geen zuurstof meer bij en de vlam dooft. Je breekt de branddriehoek open door de zuurstof weg te halen en de vlam zo niet aan blijven staan. Daarnaast kan je zuurstof weghalen door een CO2-blusser te gebruiken. Dat heb je ook in de les gedaan met die soda en die schoonmaakazijn. CO2, dan kan er geen zuurstof meer bij en zonder zuurstof is er geen brand. Heel logisch. Twee voorbeelden van zuurstof weghalen. Daarnaast heb je nog een ander voorbeeld. Je zou bijvoorbeeld kunnen hebben dat er iets in de brand vliegt in een bekerglas of in een pan. En dan zou je dat willen blussen. Dan is het vaak niet raadzaam een grote fles water te pakken. Nee, wat doen we dan altijd? We pakken een blusdeken of zetten iets over of doen de deksel erop. Waarom? Een blusdeken of een deksel of iets anders wat het afdekt. Zorgt ervoor dat er geen zuurstof bij kan en de vlam gaat uit. Ja, wat ik ook veel hoor, en dat is echt niet correct, is dat als je de brandweer bent en je gaat met water blussen, dan zeggen mensen, ja meneer, dat water dat dekt toch de vlam af, er kan geen zuurstof bij. Ja, dat is niet waar. Dat is absoluut niet waar. Wat dat water doet, dat gaat verdampen. En dat is heel mooi, want voor verdampen is warmte nodig. En je raadt het al waar die warmte vandaan komt, uit die vlam. Daardoor daalt de temperatuur, het staat hier ook verkeerd, temperatuur. En doordat die temperatuur daalt, haal je de ontbrandingstemperatuur als het ware weg. En zo blus je dus een brand met water. Ik zei net al, in de les heb je het ook gedaan met soda en schoonmaakazijn. Als je dat bij elkaar doet, dan gaat dat heftig bruisen. Dan ontstaat er CO2-gas. Dat kon je bij die vlam gieten. Er kon geen zuurstof meer bij en de vlam ging uit. Wat kun je hier nou van verwachten op de toets? Eigenlijk heel simpel. Op de toets zullen wij altijd gewoon vragen, bijvoorbeeld de drie brandvoorwaarden te kennen. Dus zuurstof, brandstof en ontbrandingstemperatuur. Niet temperatuur, nee, ontbrandingstemperatuur. Want temperatuur is er altijd. Min 25 is immers ook een temperatuur, maar er zal ook niet snel iets in de brand vliegen. In de zin van iets spontaan in de brand vliegen of dat min 25 temperatuur zal niet helpen. Bij 5 graden vliegt hout niet zomaar in de brand. Er is een veel hogere ontbrandingstemperatuur voor nodig. Wij zullen dus altijd vragen die te kennen en we zullen dan kijken naar een aantal manieren om iets te blussen. Het kan dus zijn dat het gaat over een vlam in de pan, of een vlam in een bekerglas, of een kaars die we willen doven. We vragen je dan simpelweg uit te leggen welke voorwaarden we weghalen van de branddriehoek. Eentje weghalen en het brand dooft. Nou, vervolgens hebben we nog het aansteken van een brander. Het is ook heel belangrijk dat je dat veilig doet en dat je deze regels kent. Een brander bestaat uit een aantal onderdelen, een schoorsteen, een luchtring en een gasregelknop. Dan loopt er een slang en die slang die loopt naar de hoofdkraan. Hier. Nou, het is altijd heel belangrijk dat je voordat je begint met het aanzetten van gas, dat je eerst controleert dat de luchtring en de gasregelknop dicht zijn. Waarom? Als de gasregelknop open is en je zou de hoofdkraan openzetten, loopt er allemaal gas in het lokaal. En dat is niet zo gezond en bovendien, daar kom ik zo op, ook heel onveilig. Waarom de luchtring naar boven? Als je hem gaat aansteken en hij zou niet naar boven zijn, dan krijg je niet de pauzevlam, de gele vlam, maar dan krijg je een heel andere vlam. En die vlammen zijn veel minder goed te zien en dus gevaarlijker. En daardoor weet je niet zeker of die aan is. Je zult het wel voelen, maar toch vinden we dat niet veilig. Nou, heb je dat keurig gecontroleerd, staat hij helemaal naar boven en is de kraan dicht, dan zet je de hoofdkraan open. Nadat je dat hebt gedaan, steek je een lucifer aan. Waarom is de lucifer en niet de gasregelknop open? Heel simpel, zet die kraan open, dan komt er allemaal gas om jou heen. En op het moment dat je hier leuk met die lucifer staat te klummelen, is er hier allemaal gas. Dat ontbrandt op het moment dat je de lucifer erbij houdt en dan kun je op zoek naar een nieuwe wenkbrauwen. Daarom, heel belangrijk, lucifer aan, dat je die schuin bij
de schoorsteenmantel hangt, dus het vlammetje wel boven de schoorsteenmantel, maar je hand erbij uit de buurt natuurlijk. Dus zo ver mogelijk je hand uit de buurt. Je draait de gasregelknop open en je zult zien dat de gele vlam ontstaat. Nou, vervolgens, als je dan nog een blauwe vlam zou willen instellen, dat zou wel eens gevraagd kunnen worden, of een ruisende vlam, dan draai je de luchtring verder open. Dus dat zijn de stappen. Ken die stappen ook heel goed. De veiligheidsregels en de brandaansteekregels kunnen altijd, of het aansteken van een brander, ik zeg een beetje een rare zin, maar die regels zijn heel belangrijk en die kunnen dus ook getoetst worden. Bijvoorbeeld dat je een verhaal krijgt en dat er wordt gevraagd, welke stap wordt hier nou overgeslagen? Of dat je kunt uitleggen waarom we eerst de gasregelknop of eerst de lucifer aansteken en niet de gasregelknop open moeten doen. Nou, dat moet je dus heel goed weten. Ja, van dit onderdeel was geen oefenvraag, in de zin van, die zaten niet in de oefentoets. In de zelfstudie zitten wel vragen. Ik heb al benoemd, je moet dus gewoon weten op welke manieren we vuur blussen, de brandvoorwaarden kennen en de veiligheidsregels. Als je die kent, kom je op de toets een heel eind. Ik wens je heel veel succes met de voorbereiding en kijk zeker nog eens naar de zelfstudie.